Dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Disney Infinity. En we gaan dit keer met Sully verder. We hebben de klokkentoren vorige keer beklommen. Eigenlijk best wel met moeite. Het was best wel pittig. Maar we hebben het gehaald en nu gaan we naar de volgende quest. En die zit hier. Het is een mannetje. Daar gaan we mee praten. En hij kijkt naar het standbeeld. Wat is er met het standbeeld aan de hand? Hey, wat doen jullie nu hier? Nou, laat ook maar. Schreeuw je weg naar de hoofdcampus. Met de schrikknoppen kun je de poorten openen. Prima, een soort conciërge is het, geloof ik. En dat zijn dus de soort van schrik. Oh, dat zijn die oogjes. Ik heb ze al meer gezien. Maar die oogjes kan je dus dingen mee doen. Ik denk dat ik die gewoon even in ga drukken. Dat kan dus niet. Moeten we hem gaan kapot brullen? Ja. Nou, kapot brullen niet, maar in ieder geval... Oh, kijk nou. Oh, mooi. We hebben dus... hebben we nu een poort geopend? Ja, gaat die... Oh, hij gaat open, zeker weten. Ik zie ook dat ik nog op dat ding kan... Oh, er gaat nog wat open. Of in ieder geval... Het is een knopje. Er gaan nog meer knopjes. Oké. Dus we kunnen nieuwe dingetjes openen. Ik ga ook naar boven, want er is iets nieuws verschenen hier. Een soort van rood dingetje. Het is de boekknop. Krijgen we een gouden ster voor. En een schreeuwenergie lanceertoestel. Nou, ik vind het allemaal helemaal mooi. Ik vind het prachtig. Ik wil hier naar boven. Ik wil hier op kunnen. Kunnen we dit doen als ik ga springen? Ja, dat zou toch moeten lukken. Ik zou me hieraan kunnen vastnagelen. Nee, kan dat niet? Jammer dit. Jammer dit. Wat is dit? Hey, ik ga hem eens even omhoog. Zo, en deze hier klimmen. Zo. En dan zou ik hier naar beneden moeten laten vallen. En dan pakken wij dit icoontje. Het is de Engback. Klinkt ook allemaal zo creepy al die namen. En daar, wat vinden wij nog meer? We vinden een rood dopje. Dat dopje gaan we ook oppakken. Hallo dopje. Het is de beestige bonenstaak. Klinkt ook als een sprookje. De bonenstaak. Deze trap ga ik netjes af en kijken wat... Ik zie daar nog een vlaggetje heel sneaky in achter het bosje. Hier zo, huppakee. En ik zie daar nog een... Misschien kunnen we daar wel beklimmend op, hoor. Kunnen we... Nee, nog steeds niet. Nou, dan moeten we het maar vanaf bovenaf doen. En ik zag daar nog een vlaggetje. Hallo meneer. Zo, die zag er echt wel vies uit met al die groene spikkels op zijn huid. Hier, het vlaggetje. Heel belangrijk dat we daar... Kunnen we die boom beklimmen? Nee. Het kon zijn, omdat je die uitsteeksel zag. Hier hebben we het vlaggetje en we hebben de troosteloze tanden. Wat is dit nou weer? Struikjes waar we niet doorheen kunnen. Logic. Waar kunnen wij heen? Ik heb nog niet... Ja, ik weet wat dat die doppen, dat we nieuwe plekken kunnen openen. Maar die plekken moet ik eerst gaan zoeken en vinden. Maar in ieder geval, als jullie een oogje zien, dan mag je wel even een kreet geven aan me. Want dan weet ik in ieder geval dat ik daarop moet letten. Oogjes, oogjes, oogjes. Ik geloof dat die vervelende rotzakken nog steeds hier in de map zitten. Heel erg vervelend. Maar wat wou die... Kijk, weer. Maar wat wou deze hier? Wat wou hij? Praten. Hij zegt, TU angststudent op de campus en net zo welkom als dat irritante ongedierte met vleermuisvogels. Moet ik ze nou... Wat moet ik nou met ze doen dan? Moet ik ze nou gewoon... Ja, ik snap het echt niet. Ja, ik snap er geen reet van. Wat moet ik nou precies doen hier? Moet ik mijn paintball ding pakken? Ik weet niet of dit de bedoeling is. Ik denk dat ik even in de speelgoedwinkel moet kijken. Want ik kijk gewoon even wat we kunnen kopen. Want hier zit nog iets. En dat heet namelijk iets met vleermuizen. De vleermuis ongedierte postje. En ik denk dat we dat moeten kopen. Nu beschikbaar in de toybox. De enge struik. Oeh. En wordt dat geleverd of zo? Ik zie hem daar staan. Is dit het bosje? Dit is hem. Wat kunnen we ermee doen? We kunnen er niet zoveel mee doen. Wordt weer beschoten natuurlijk. Ik verlies alleen maar punten. Even kijken. Of, kunnen we het versieren met wat we hebben gekocht net? Nee, alleen die lanceren dingetjes. Maar we moeten wel die gasten stoppen. En misschien is dit het moment dat we dat op de juiste manier doen. Versieren. Ik weet niet of we dat met paintballen moeten doen, hoor. Kijk, ze gaan niet... Je kan ze niet vermoorden met dat ding. Misschien moet ik hem wel weer laten knallen of zo. Nee, hij gaat gewoon niet dood. Kijk, als ik dit doe, zie je het? Nee, hij gaat gewoon niet kapot. Dan weet ik het ook niet.
Het zijn wel donderstenen. Nou, laat maar zitten dan. Ik ga ze niet vermoorden. Ik weet niet of ze me vermoorden. Weglonken in ieder geval. Ik ga met een grote boog eromheen. En dan ga ik gewoon eventjes hier naar deze meneer, want die heeft mij ook nog wat te vertellen. Het is best lastig, ja. Om de ware meditatieve status te bereiken met die tekeningsdecoraties die aan de school van de schrik hangen. Wil je dit monster helpen? Knal ze er dan vanaf. Oh jee. Oh jee. Ja, ga weg! Ik word er echt moe van die gasten, jongen. Ik word echt moe van die gasten. Waar is dat grote doek? Er is een doek opgehangen. En waar zit dat doek? Bovenaan. Oh, op de school. Moeten we de school gaan beklimmen? Oh jee. Wow. Ik zit wel heel erg hoog nu. Eens kijken. Hoe komen we op deze school? Want dit is echt heel erg hoog. Ik zie daar een knop. Misschien moeten we die knop nu al gebruiken. Vorige keer, hè? Weet je niet. Gaat het proberen. Wat gaat er gebeuren? Ja. Jazeker. We kunnen het nu gaan klimmen. Nou, dit is alleen maar fijn. Kunnen we hier... daar kunnen we niet komen. Dan moeten we het via deze manier doen. En die muziek is zo droog, hè? Kunnen we al verder komen hier? Nee, we kunnen daar niet eens bij komen. Oh, via die manier. Oké, prima. Ik snap hem. I get it. En nu? Moeten we een soort van ergens heen? Oh, dat is even... Dit is even lastig, jongens. Hoe komen we hier verder? In Assassin's Creed Monsters University. Nee, nou daar komen we niet verder. Ik snap hier even helemaal geen ruk van. Ja. Leuk. Ik denk dat ik het weet. Ja, dit was een keiharde instinker, mensen. Zag je het? Dit was een keiharde instinker. Want dan laat die Vincent er even instinken dat hij het niet snapt meer. Hè? En hier zie ik nog een oogje. Wat hebben we nu geactiveerd? Een nieuw ingangetje? Wat is dit nou weer? Kunnen we dit ook activeren? Ik weet niet eens wat het is. Nou, we kunnen daar voor de rest niet veel doen. Dat is gewoon een kleine secret. En daarboven kunnen we ook naartoe. Als we daar komen. Dat lukt dus weer niet. We moeten weer via een andere kant erop komen. We kunnen in ieder geval wel naar boven doen. En heel voorzichtig glijden hier. En dan gaan we op de stang. En dan kunnen wij dit losmaken. Kijk eens. Één doek hebben wij compleet verwoest. Nou ja, losgekoppeld en het bestaat niet meer. Laten we het aanbouwen. Wat kunnen we nog meer ontgrendelen? Deze vlag. We hebben er nu best wel aardig wat, joh. 13 van de 20. Het schiet op. We zijn lekker bezig. Nu moeten we proberen om daarop te komen. En hoe gaan we dat aanpakken? Want het is best wel even pittig. Ik denk dat ik van dit dak naar dat andere dak spring. Als dat lukt. Yes! We hebben het gehaald. Voordat we die dingen losmaken. Nou ja, ik moet het wel gaan doen, hè. Zo. Dat is één ding en dat is nummer 5. Dus er is dus nog een vlag. En die hangt aan de andere kant. Heel smichterig hangt die daar. Wat een smicht. Ik ga hem er gewoon afhalen. Let op. Hier moeten we opspringen. Yes. Kunnen we hier nog verder omhoog? Ja. Oh, wat een heerlijk platformspel, mensen. Ik vind het heerlijk. Ik hoop dat jullie het net zo leuk vinden als ik. Daar gaan we wel vanuit natuurlijk. Vinden we dan nog een vlag? Nog een vlaggetje. Huppakee. We hebben nu 15 van de... Oh nee, nu hebben we de 15 van de 20. En nu pakken wij de laatste. Die zit daar op het gebied hieronder. Moeten we hier nog een oogje pakken? Nee, hier is geen oogje te bekennen. Hebben we nog een vlaggetje? Hebben we hier nog wel? Niet vergeten. 16 van de 20. Het gaat nu echt heel erg hard. Ik ben benieuwd of we alles gaan pakken. 6 van de 7 en 7 van de 7. Kijk eens aan, jongens. We hebben de missie gehaald. 330 van de 300. Oh. En we hebben de gouden ster. Leg het te dik op, sluiter. Mooi zo. We hebben genoeg punten. We hebben een achievement. 5 Star Extractor. 5 Gamer Points. Kijk, dat is altijd leuk om te weten. Je kan ook achievements winnen met een hele game. Maar we hebben nog steeds die achterlijke imbecieltjes niet weggekregen van onze school. En hoe gaan we dat in vredesnaam doen? Want ze zijn echt strontvervelend. Ze slopen alles en ze slopen mijn muntjes. We gaan naar hem. Ah, kom op! Ah, ik vind kom op! In de gaten te houden zonder die lelijke TU-angstdecoraties aan de klokkentoren. Kun je dit monster een handje helpen? Prima, ze hebben een hele grote vlag hebben ze neergelegd op het Monsters University klokkengebouwtje. Dus we gaan dat eens eventjes nakijken hoe wij dat eraf kunnen halen. Ik weet al in principe hoe, want we weten hoe we de toren klimmen. Dus het is in principe gewoon weer een herhaling van eerst.
Maar het moet alsnog worden gedaan. Ik heb daar twee nieuwe questen, dus dat schiet ook op. Goed dat we even dit plekje onderzoeken. En weet je wat, we gaan het ook een beetje versnellen. Dus ik ga gewoon hier eens even... Huppakee, dit gaat toch veel sneller. Hoe kwamen we ook weer hier op die toren? Was het via de achterkant? Ik geloof het wel in mijn hoofd. Dus even kijken. Volgens mij hadden we hier iets uit de grond. Wat we eruit brulden. Waardoor we dus hoger op kunnen komen. En hier op kunnen springen. En nu gaan we de klokkentoren weer beklimmen hier. Voor de tweede keer al in deze video's van Monsters University. We weten nog ongeveer hoe en wat. Oh, daar beneden zit ook iets wat we moeten losmaken. Hier. Hoe maken we dat los? Ja. Ik weet niet zo goed hoe we dit losmaken. Is dat een manier? Ja. Leuk en aardig. Maar hoe krijg je dat los? Weet iemand het? Ik weet het niet. Misschien moet het afschreeuwen. Oh, we moeten het eraf schreeuwen. Kapot schreeuwen. Logisch. Het moet niet te moeilijk worden, hè, de game. Waar zit het volgende blad? Hier beneden zit iets. Dan laat ik me storten naar beneden. En dan vinden wij hier iets. Oh, het is hieronder. Maar daar kom ik toch nooit bij. Nou, dan pakken we deze eerst. Twee van de drie. Kunnen we hier niet naar beneden of zo? Zit even te kijken. Zit hier een... Oh, hier. Onder. Wacht even. Laat me iets proberen. Of zo. Ik weet niet of het lukt. Nee, het lukt niet. Jammer dit. We gaan het gewoon opnieuw proberen. Zo. Ik zag het helemaal boven het hoofd, joh. Dat het hier zat. Zo. Nu heb ik hem wel. 3 van de 7. Toch een andere manier de klok bekijken. Leuk bedacht trouwens ook van de makers. Heel erg leuk. We gaan hier naar boven. En dan, ik weet niet of we hierboven moeten komen. Ik denk dat we wel op deze manier moeten doen. Want aan de zijkant kan er natuurlijk ook wat zitten daar. Maar dat kan ik net weer niet zien. Volgens mij moet ik daar wel heen. Laten we dat eerst doen, want daar kom ik heel moeilijk terug hier. Kijk. Er staat wel een pijltje op gewezen, dus daar moet ik wel naartoe hoor. Zo. Leuk liedje. Het liedje doet mij deugd. Zo. En dan gaan we hier naar dit stukje. Het gaat lekker. Het gaat zeker lekker. Nee, we moeten via die kant. Dan zit het balkje net iets lager. Hè? Zo. Springen. Zo, het lukt ons wel. Het volgende postertje hangt hier gewoon. We kunnen wegblaren. 5 van de 7. We hebben nog 2 posters. Dat kan ik toch goed tellen, Vincent. Ik ben er trots op. En het klok hier. Ik denk dat we nu al heel dicht bij het uiteindelijke concept zijn. Hier naar boven moeten we. Yes. En dan zitten hier de... Oh, de 2 laatste. Zo, 6. En we moeten gewoon overheen lopen. En 7. Kijk eens. Hey, misschien ben ik nu wel op tijd in de les. Yeah. Yes. We springen gewoon vanaf. Oh, dat gaat dus niet. Jammer dit. En we zijn level 7 geworden inmiddels. Nou, dat is leuk. Leuk om te weten. Ik moet het zeggen, want ja, mijn facecam staat ervoor, dus jullie zien het net niet. Misschien kan ik hier trouwens nog naar de zijkant toe. Ik heb het gevoel dat daar... Oh, daar zit dus niks. Goed, dat hebben we even snel gekeken. Terwijl ik van de klok afviel. En ik hoop dat we nu dus even naar de nieuwe missie kunnen gaan. Ik zie hier ook missies in de buurt. Daar 2 en daar zie ik... Oh, dat is een... Die bol. Die hebben we al gehaald, hè? Ja, die hebben we gehaald. Kunnen we hier overheen komen? Het zou mooi zijn. Hé, en daar zie ik nog iets. Kunnen we daar... Nee, daar kun... Oh, hier. In de grond. Ik zag hem niet. Kijk eens. Pak gelijk deze bol op. En dan springen we gelijk naar de overkant. 2 in 1. 2 vliegen. En dan gaan we eens met hem praten. Met die kleine gozer hier. Hallo, dat is die vader van die... Inky. Die vader van Don. Of het vader zoontje van Don. Terry naar Don brengen. Hij probeert op het dak van het universiteitsgebouw onze volgende stap te plannen. Oké, onze volgende stap. Er komt een nieuwe missie aan de gang. Dat is alleen maar goed. En we lopen dus nu naar een plek van een oogje. En dat oogje hebben we volgens mij eerder al ingedrukt. Weet ik niet zeker of dat oogje is. Nee, het is niet dat oogje, want dat is daar links. We moeten waarschijnlijk naar die school. Er zijn dus, ja, dit is de hoofdschool links, geloof ik, aan mijn hoofd. En dat zijn dan de andere... maar ik zie daar wel een vlag hangen meer. Moet die vlag weer naar beneden donderen? Het ziet er wel naar uit. Het lijkt mooi hier naartoe. Oh, natuurlijk word ik weer beschoten. Heel vervelend, zeg. Ja, we klimmen helemaal omhoog. En als het goed is, kunnen we dan die vlag zo eraf halen.
Door erop te springen, ja. Is die bijna los? Oh, chips! We gaan nog eens proberen. In de hoop dat we niet worden besmeten door die gasten. Ja, op die daken is het echt heel vervelend om te springen. Ja, eentje is los. 2 van de 14 zijn los. Oh, we moeten dus echt al die stomme dingen gaan loskoppelen. Die vlaggetjes. Dan gaan we hoor. Geronimo! Nee! Hé, weer een vlag. Moeten we die niet wegschrikken? 1 van de 5. Hé, dit gaat goed. En hier is het oogje. Juist. En die gaat wat activeren. Dat wij waarschijnlijk op dat gebouw kunnen klimmen. Ja, kijk. Via de zijkantjes. Dit gaat lekker. Huh? En een vlaggetje. Nummer 17 van de 20. Oh, dit kan gewoon niet beter dan dit. Daar kunnen we ons niet op aan vasthouden. Dat is wel jammer. Want hoe komen we hier nou verder? Daar zit een groen balkje. Kunnen we daar ons vasthouden? Dat balkje? Juist. Ja, springen. Kunnen we hier springen, denk je? Ik zag daar nog wat blauws. Wat is daar dan? Oh, een nieuwe quest. Maar we zijn nog bezig met deze quest. Hangt daar nog een vlag aan de andere kant? Oh, jammer. Ook nog vlaggetjes. Laat me eerst even dit... Dit moet ook toch weg, dit? Oh! Moment, moment. We stonden heel onstabiel op het dak hier. Kijk eens. Hier moet op springen. Zo. En hier op springen. Ja. Zo. 5 van de 10. Hier zit ook een papier op. Rawr. En daar zit papier op. Het hele gebouw. Het hele gebouw is beklad, joh. Zo. En dan vallen we hier rustig naar beneden. En dan pakken wij een koldervin. Zeg maar niks, maar het is in ieder geval een koldervin. 8 van de 14. Het gaat zeker weten goede kant op dit. Twee van de 5. Heel apart, maar elk gebouw heeft vol met zijn eigen problemen of zo. Hallo. Hé, hey, een oog. 2 vliegen in 1 klap. Nee, we pakken de 1. We pakken het oogje. Wat gaat gebeuren? Oh, kijk eens. Gaat dat helpen? Dat gaat zeker helpen. Even eromheen kijken. Zit er nog iets? Nee. We moeten dus hier opklimmen. Ja, kom op. Oh, ik ben beschoten bijna. Of nee, het was een blauwe vink. Een vonkie. Een magische vonk. Oh, nee, nee, nee. Wat is dat? Dat is gemeen, jongen. Oh, gemeen. Maken ze gemeen, joh, van Disney. Oh, oh, oh. Kan je toch niet mee? Dat kan je toch niet maken, joh? Kan je toch niet maken? We zijn in ieder geval op het gebouw. Het is best wel extreem hoog. Is dit weer zo'n groen bolletje die we weer kunnen pakken? Het is de decoratiepack die we hebben vrijgespeeld voor de toybox. En wat is hij? Dit is Don. Dit is het. Jongens. Jullie hebben de studenten van de Angst TU geweldig goed afgeleid. En ondertussen hebben wij rondgesnuffeld op hun campus. We hebben iets gevonden om hun moreel voor eens en altijd een knauw te geven. Ik presenteer Archie de Bangbig. Ah, wat schattig. Wacht. Maar hoe kan een plaatje van een varken ons helpen? Het gaat niet om de foto, Art. Het gaat om de big. We stelen hun mascotte en pikken hem in voor MU. Dan zijn die gasten van de Angst TU zo van de leg dat ze het waarschijnlijk opgeven. We laten de TU Angst zien. Slim. Dat MU-monsters ongeëvenaard zijn. Of niet soms? Ja, een slimme zet. Zeker weten, slimme zet. Mooi zo. Geheime ontmoeting, de missie is voltooid. Nou, dat was de missie die we moesten doen. Ga naar de TU Angst. Daar zijn studenten die staan te popelen om te helpen. Oké, we hebben dus weer een missie voorbereid. Maar ik heb nog steeds deze missie niet voltooid. Dat ik al die blaadjes eraf haal. Maar ik zie ook helemaal geen blaadjes meer op deze school. Dus het is een beetje pittig om hier wat te zoeken. Wat er niet is. Ja. Hé, dat was een mooie jump trouwens net. Oh. Daar nog een blaadje. Is dat de laatste dan? Waarom is wegblaren? 9 van de 14. Ik denk dat hij om de school heen nog wel wat zit hoor. Laat me eens even kijken. Ik durf gewoon te wedden dat ik nog niet klaar ben. Hier nog 1. Nog 4. Misschien kan ik hier op klimmen dat daar nog wat zit. Nee, dan kom je weer op het gebouw terecht. Ik geloof dat hier niks meer te vinden is. Ik ga wel even eromheen gaan. Zo. Even goed naar beneden kijken.
Zit hier wat? Ja, daar zit wat. Even brullen. Oh, de goede kant op. Zo. 11 van de 14. Nog meer te bekennen? Nee. Kom op, zo moeilijk is het toch niet? Hier zal er nog wel eentje staan. Ja. Nou, nog 12 van de 14. Waar zitten die rotdingen? Ik kom er ook gewoon niet bij, hè, bij die richel. Hier wel, hier kom ik wel bij. Je moet door de tunnels van TU Angst gaan om hun mascotte te stelen. We moeten mascotte stelen, echt waar? Oh. 3 van de 14 en... Huppakee, nou, daar voel ik me wel trots op zich. We hebben in ieder geval het hele huisje vrijgespeeld. Dan weet ik niet, repareer de registratiezaal. Nou, die is helemaal goed. Dat is dus een reparatiezaal blijkbaar, dat wist ik niet. Kunnen we nog wat dingen kopen trouwens, want... Speelgoedwinkel. Ik ben benieuwd. Deze, knetterende rugzak. Wat kunnen we nog meer kopen? We kunnen deze, de ochtendkrantschieter. En de inkomend gespreksluiter. Oh, die klinkt, die is ook wel grappig. En de leg het er dik op sluiter. Die is duur, maar die is misschien wel handig om te gebruiken dadelijk. Full of toys. We hebben daar zelfs een achievement voor gekregen. Nou, dankjewel. Graag gedaan. We gaan naar de MU Angstschool weer. Want we hebben hier weer wat dingen vrijgespeeld. Dus we gaan door deze poort. Moeten we trouwens weer dat gaan doen? Oh nee, dat heb ik zelf gedaan met het papier. Zo. Zullen we weer even puntjes halen hier? Dit is al een puntjesmomentje, dit. Zo. Het lekte zelfs. En ik ga met die zijkantjes, want dan ben je sneller. Mensen, ik bedank jullie voor het kijken van deze aflevering. Voor je leuke aflevering, vergeet geen like te geven. En volgende keer gewoon terugkijken. Dan gaan we verder met deze schoolmissies. Want het wordt wel spannend, want we hebben weer een nieuwe missie. En we moeten natuurlijk uiteindelijk gaan winnen van die school. Want dat is uiteindelijk het doel. Dus, nou, tot de volgende keer. Doei doeg!